Welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb bijna meer acne dan toen ik 16 was, volgens mij. Zo, het ziet er niet heel lekker uit, maar het is wel een heel lekkere smoothie. In principe hebben wij nu weekend. Kijk eens wat heerlijk. Lekker. Lekker? Ja. Hey, goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe video, weekvlog. Het is vandaag maandag en het is weer de 1000ste poging van mij om er een leuke weekvlog van te maken. En ik vind het echt best wel lastig en ik kan er ook best wel over inzitten. Vandaag regent het, de sneeuw gaat eindelijk een beetje weg. En misschien denk je, waarom zeg je eindelijk? Maar ik ben er echt een beetje klaar mee. Wat ik nu ga doen, ik heb lekker gedoucht. Ik ga nu gelijk mijn weekvlog editen. Dan heb ik dat gedaan. En... ik hoorde iemand achter me aantrippelen. En ik moet vandaag met Nala naar de dierenarts alweer. Want de wond ziet er niet zo heel goed uit. Dus ik ga eventjes editen en dan zie ik jullie zo. Het lukte dus niet om een vlog te editen. Want mijn laptop zegt dat hij vol zit. Dus ik kan er niet heel veel op importeren. Dus dat heb ik even gelaten wat het was. En toen ging ik me dus opmaken. En ik weet niet of je het heel goed ziet. Want je ziet het niet in alle soorten licht. Nu zie je het wel goed. Ik heb dus heel veel van zulke bultjes op mijn wang. En sowieso op mijn gezicht best wel veel puistjes. En ik denk dat het eraan ligt dat ik een tijdje geleden ben gestopt met spiraal en de pil ook. Want die heb ik daarna nog heel veel geslikt. Maar dat heb ik nu ook voorgoed zeg maar geskipt. En al die hormonen en de prikpil, dat heb ik ook nog een tijdje gehad. Komt het er nu denk ik allemaal uit. Wat wel heel veel voorkomt sowieso bij mensen. Maar ik baal er gewoon echt heel erg van. Ik vind het echt heel erg kut. En eigenlijk wil ik dus heel graag naar een schoonheidsspecialiste, maar dat kan niet nu. En heel vaak krijg ik reacties van, ja, dat is echt niet de belangrijkste, dan gaan mensen dood aan corona, dat snap ik allemaal wel. En dat is ook echt heel vervelend. Maar het is niet dat ik voor een lekker maskertje of een ontspanning naar een schoonheidsspecialist wil. Ik heb nu gewoon een soort acne. En ja, ik heb bijna meer acne dan toen ik 16 was volgens mij. En ik ben 21, dus... dus dat vind ik allemaal wel kut. Ja. En nu moet ik even kijken hoe ik een deel van mijn vlog nog even kan importeren. Maar eerst ga ik wat eten. Oh, we hebben bananen. En die zien er dus zo uit. En ik ben dus niet echt een persoon die dan zegt, oeh, doe je lekker een smoothie. Maar ik ga dat nu wel doen. Want ik heb geen zin om brood te eten. Dus ik ga een smoothie maken. Ik moet vandaag naar de dierenarts. Want Nala de hond ziet er toch niet zo heel goed uit. En ik heb geen auto nu hier staan. Want die heeft Stef mee. Dus ik ga met Judith, buurmeisje. Die wil gelukkig wel even mij erheen brengen. Het is ook echt best wel dichtbij. Ja. En ik ga ook het bed verschonen. Ik ga nu heel goed in de gaten houden dat ik het echt elke week doe. Want soms vergeet ik het en dan zit er toch weer een anderhalf week tussen of zo, of twee. En ook voor dat hoofdkussen helemaal. Ik moet nu echt geen bacteriën hebben op mijn gezicht, zeg maar. Oh ja, en don't come met opmerkingen dat ik dan ook geen make-up moet dragen. Want geloof me, het is hormonaal. Deze puistjes zijn heel erg hormonaal en het maakt niet uit of je een make-up op. Ik vind het zo stinken, zo'n banaan die... iets te lang in er is. Ik weet niet of ik er even twee in doe. Nee, ik hou echt niet van te veel bananensmaak. Deze gooi ik weg. Even kijken. Banaan, havermout. En pindakaas. Ik ga vanavond een stel boodschappen doen. Ik doe het allemaal gewoon een beetje zo op de gok. Zo, havermout erin. Pindakaas gaat ook wel snel bij ons de laatste tijd. Nice. Ik ga vandaag ook even voor de hele week bedenken wat we gaan eten. En dan gaan we kijken of ik het een beetje
vegetarisch slash veganistisch kan doen. Omdat ik dus ook geen zuivel wil hebben. In verband met buisje. Buisjes, nou, ik kan niet goed praten. Ik had echt iets eerder moeten lunchen. Ik ben echt helemaal duizelig. Nou. Ik ben lekker kaneel vergeten. Zo, ziet er niet heel lekker uit, maar dit is wel een heel lekkere smoothie. Ik wil eigenlijk even voor mijn Instagram een of driver's license opnemen. Hè, zonder dat het helemaal zeg maar een officiële cover is en zo. Even de winnen doen. Maar ik ga daarvoor eerst eventjes inzingen. Dus dat. Nala. Are things getting awkward with your project management tool? We are starting with the hum. Zo, we hebben alle boodschappen gedaan en ik heb ook alle pakketjes weggebracht voor Vincent. Ik ben nu lekker noedels aan het maken. Dit zijn nog alleen maar de groenten en kip. Ik heb een slot van Stefan aangereikt. En dan gaan we zo lekker noedels eten en dan gaan we chillen. En dan doe ik morgen een workout. Een sportworkoutje. Het is vandaag alweer dinsdag en ik heb zometeen weer een afstudeermeeting met mijn afstudeergroepje, zeg maar. En daarna wil ik eigenlijk even gaan sporten. Ik heb wel net al gedoucht, want ik wilde mijn haar per se wassen. En ik moet vandaag, dat ga ik trouwens voor het sporten nog doen, een foto maken weer voor samenwerking met Kluis. Dus ja, dat staat op de planning. Maar eerst ga ik alvast eventjes achter mijn laptop zitten. Ondertussen ben ik ook een soort onderzoekje aan het doen naar wat de beste skincare is voor mij. Omdat ik gewoon echt heel veel last heb van puistjes. Ik heb het nu weer een beetje weggewerkt, want dat vind ik wel chill als ik, ik weet niet of ik mijn camera aan ga doen. Maar ja, dat is dus wat ik nu ga doen. Ik heb lekker mijn fles erbij. Thank you.
potjes zijn helemaal uit elkaar gevallen. Komt dat door de sneeuw of zo? Dat is raar. Hoi, het is vandaag alweer woensdag en mijn batterij was leeg, dus ik kon eerst niet vloggen. Ik ga eerst vertellen wat ik heb gedaan vandaag. Ik heb de badkamer schoongemaakt. Ik heb wat boodschappen gedaan. Ik moest even naambrood halen voor vanavond, want we gaan een vegetarische curry eten. En ik heb gelopen naar de Albert Heijn. Dat waren ongeveer, ik denk dat het ongeveer 5 kilometer of zo. Dat is voor mij heel goed. Nu ben ik lunch aan het maken en ik ga jullie even vertellen wat ik lunch. 2 volkoren wraps. Dit is Griekse yoghurt met knoflookpoeder en peper en zout. Dan doe ik daar bacon op, ijsbergsla en tomaat. En ik heb dat recept dus van Total Body Management. Daar sport ik. En ik ga nu even kijken voor jullie hoeveel calorieën dit zijn. 494. Nou, ik vind het echt top. En het is echt super lekker. Als je tegen bloed kan, dan moet je heel veel wegkijken. Ik weet niet, het is niet heel erg. Maar... Ik was aan het afwassen. En ik was een heel scherp mes aan het afwassen. En ik schoot opeens uit. En blijkbaar schoot hij zo mijn vinger in. Maar het bloedt echt best wel veel. En ik weet niet eens hoe diep het is. Ik schoot gewoon zeg maar tok uit. En dan schoot gewoon zo in mijn vinger. Het doet ook niet heel veel pijn. Maar het is meer dat ik het irritant vind. Want ik moet nog best wel veel afwas doen. In principe hebben wij nu weekend. Ja. Hoi, vandaag is het donderdag. Ja, het is donderdag toch? Ja. En ik ben naar stage geweest. En daar heb ik nog niet gevlogd vandaag. Sukkel. Vertel. Nala weer naar de dierenarts gegaan, want haar wond was nog steeds ontstoken. Dus ik weer balen, toen moest ik weer naar de dierenarts. Maar het gaat dus allemaal goed. De wond is weer dicht en ze hoeft geen antibiotica. En na het weekend mag de rompetje eindelijk af. Dus dat is heel fijn. Ik heb ook echt vet leuke kleding binnengekregen.
onder andere het shirtje. Ja, je ziet er nu niet heel goed. En een pak met flarebroek en die in die kleur. En een tas. Ik zeg al binnengekregen, maar ik heb het gewoon zelf gekocht. Deze vind ik ook echt heel leuk. Dus ja, en ik heb hier ook rare puisten en zo. Ik ga even mijn foundation of concealer afhalen. Want die had ik vandaag, of even, zo gaat het. Even opgedaan voordat ik naar de dierenarts ging. En dan doe ik even wat zonnebrand op. Want je moet natuurlijk nooit zonder zonnebrand naar buiten gaan. Nooit! Het is vandaag zondag. En de zusjes van Stef zijn hier lekker gisteren geweest. En die hebben nu blijven slapen. Zijn blijven slapen. En ik ben bij van douchen. Of ik heb... Jezus, ik kan niet praten. Ik heb net gedoucht. En we gaan zo even lekker op het balkon zitten. Ik doe even wat zonnebrand op mijn gezicht. Want het is super lekker weer. Heerlijk. Ik doe gewoon even deze op. Ik weet niet of dat het beste is voor mijn huid, maar... Heel veel geen andere SPF die ik op kan doen. Heerlijk. Kijk eens wat heerlijk. Oh, heerlijk. Lekker. Lekker? Ja. Oh, hij is goed gelukt, ja. Hij is echt heel lekker. Jam, 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 jam. Nu gaan we heel hard lang als Bambo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Lekker doe ik nog. Zo, werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.